En hier is hij dan weer, een gloednieuwe de straten, dit keer van de Haagse Markt. En het gaat over senioren, die willen een alcoholverbod, een geheel algeheel alcoholverbod. Voor de mensen die lusten nog graag een borreltje op de fiets op het, en vooral op de scootmobiel. Kijk, gevaarlijk weet je. We gaan even kijken wat ze ervan vinden. Ja? De Ouderbond die wil een algeheel alcoholverbod, als de mensen gezopen hebben, achter een, en ze rijden in een, op een scootmobiel. Wat vindt u daarvan? Ik vind dat dat inderdaad zou moeten verboden worden, want sowieso alcohol in het verkeer zou niet moeten kunnen. Maar nou is het natuurlijk wel, als ze dan een verbod krijgen, dan ja, mogen ze niet meer lopen eigenlijk. Want het is geen wettelijk vervoermiddel, toch? Tenminste, het is geen fiets, het is geen auto, het is geen brommer, het is geen scooter, het is een scootmobiel. Dan sta je dus voor een dilemma. Hoe moeten ze dan dat oplossen dan? Gewoon de alcohol thuis laten. Dat is gewoon alcohol in het verkeer, moet je gewoon niet doen. En nou ben ik een lelijkerd en ik zeg, wat voor straf moeten die mensen krijgen dan? Nou, minimaal een bekeuring. Minimaal een bekeuring? Ja. Ja, moeilijk je scootertje afpakken gaat niet, hè? Dus, Nee, laat ze dat in ieder geval behouden, maar mensen moeten wel weten wat ze doen. Ik heb hier pas geleden een meneer op een scootmobiel gezien en die raced eigenlijk over de markt. Mensen moesten wegspringen. Ik weet niet wat die man had, maar... Misschien ook een boodschap. Ja, met die dingen kun je ook schade aanrichten. En zeker als er alcohol in het spel is. Je moet het gewoon niet doen. Op de fiets moet het ook niet doen. En gewoon niet. Nooit alcohol achter het stuur? Nee, zeker niet. Waar dan ook? Waar dan ook. Wat voor vervoermiddel het ook is. Dank u wel. De Ouderenbond die wil een algeheel alcoholverbod voor mensen met de fiets, die ouderen dan. En met scootmobiels. Wat vind je daarvan? Ik ben aan de ene kant het mee eens. Maar aan de andere kant, ik zit in een huis met 130 aanhoudingen. Je kan dan de mensen niet zien als ze rijden of ze drinken. Dat is het probleem. Of, kan het niet? Je ziet het niet. En weet je, er zijn mensen, ik heb zelf altijd achter de bar gestaan. Er zijn mensen, die kunnen 3 glaasjes bier hebben, zijn dronken. Maar ik had ook, die zopen er 10 en die stapten op de fiets en die reden net zo recht als jij. En die voelde helemaal niks? Nee. Die reden waarschijnlijk wel beter. Ja, dat zou kunnen, maar dat weet ik niet. De Ouderenbond, die wil een algeheel alcoholverbod voor scootmobiels. Mensen die op een scootmobiel rijden, wat vind je daarvan? Nou, ik denk dat dat eigenlijk wel goed is. Want als je al op een scootmobiel rijdt, sommigen rijden heel hard. En als je dan nog een borreltje op hebt, dan denk ik dat dat wel erg... Maar het is niet echt een vervoersmiddel, hè? Het is wel een vervoersmiddel, maar het staat niet in de wet niet als een fiets of een brommer of wat dan ook. Wat moet de straf wezen als ze een aanrijding maken of wat dan ook? Nou, net als met een gewone brommer, denk ik. Dan wel, ik snap wel dat het geen vervoersmiddel is, maar goeiedag. Misschien hetzelfde promiel als met een scooter, met alles, met een auto. Dus geen algeheel verbod, maar gewoon zoveel promiel? Gewoon geen algeheel verbod, nee. Hetzelfde promiel als in een auto? Ja. 1,7. Ja, dat is ook niet veel hoor. De Ouderenbond die wil een algeheel alcoholverbod opleggen aan mensen die bezopen achter een scootmobiel hebben gezeten. Wat vind je daarvan? Eigenlijk ook wel goed, hè? Goed? Ja, hetzelfde als auto, hè? Maar ook niet berijden als je gedronken hebt. Ja, het is eigenlijk geen auto, het is, eigenlijk, het is ook geen fiets, het is geen echt vervoermiddel. Maar wat zal de straf zijn wezen? Wat moet je dan doen? Wat moet je zeggen? Ja, weet ik ook niet. Nee? Weet ik ook niet. Sorry? Het is goed dat ze hier zijn. Hij komt de meeste nooit meer weg. Nee, maar we proberen alcoholverbod op scootmobiel. Ja, tuurlijk. Moeten wij ook maar niet op de fiets aan hebben. Toch? Ze moeten alles tegelijk één lijn trekken. Gewoon zeg maar de scootmobiel eigenlijk een vervoersmiddel maken. Ja, en geen drank. Geen drank? Ja. Geen drank. Never nooit? Never nooit. Hebben jullie wel eens... Kan je het al rijden, hè? Mooitje gereden? Ja. Ja? Ja. Pas op, hè? Doe ik altijd. Doe voorzichtig bij jullie, hè? Ja, ik heb een café, dus ik drink altijd. Ah! Ons thuis in Tilburg. Maar als je dat nou doet, hè? Ja. Als je dat nou doet, hè? En er zit komt een oude vent, hè? Ja. En, of een oudere dame. En die zegt met een bolletje. En je ziet hem eerst eens... Dan brengen wij die naar huis. Ja, maar, ja, dan leiden ze scootmobiel. Dan brengen ze zelf naar huis. Dan breng je ze zelf. Ja. Oh, dat is zo goed hoor. Ook dat. Ook dat. We hebben eigenlijk onze eigen café-taxi. Een van de kansluizen of een van de klanten die toevallig nuchter is. Kom een keer een bolletje bij doen. Is goed, wel doen hè.
Ja, ik doe het. Nou, we gaan. Oké, okay, dames, bedankt hè. Als mijn scoop op wil, dan brengen we jou trouwens. Dan lijken we lekker. Hey, fijne dag hè.